Stichting Matuku heeft in het kader van haar 35ste jaardag en in verband met Moederdag een tweedaagse expo gehouden in de galerij van G Art Block aan de Verlengde Keizerstraat. De stichting en haar pupillen hebben verschillende schilderijen, kaarsen, sleutelhangers, fotolijsten en nog veel meer tentoongesteld. Angela Salmo, bestuurslid Stichting Matuku, vertelt waarom de stichting heeft besloten mee te doen aan deze expo. Het eerste kader dat wij hebben uitgevoerd naar aanleiding van 35-jarig bestaan van ons, 30 maart jongleden, is dus een activiteit te werken met kinderen. Ze hebben dus, zoals jullie kunnen zien, gewerkt op keramische werken. Ze hebben geschilderd, ze hebben kettingen gemaakt, ze hebben sleutelhangers gemaakt, ze hebben ook kaarsen gemaakt. Dus allemaal, zo'n beetje hebben we dan ten verkoop. Eerdere projecten die ze hebben uitgevoerd, dat is het schilderen. Dat ziet u op de muren, die zijn, werkstukken opgehangen. En ook dat zetten we ten verkoop. En het doel van dit allemaal is om eigenlijk geld te genereren, fondsen te genereren voor het opzetten van een plantenkas. Want we hebben grond, maar onze grond is veelal van klei, waardoor het moeilijk planten is en natuurlijk ook voor de kinderen moeilijk toegankelijk. Terwijl als wij denken aan een plantenkas opzetten en het stimuleren van healthy lifestyle, dan helpen de kinderen ook om aan meer informatie te komen. Met het opzetten van een plantenkas wil de stichting haar pupillen leren werken met deze wijze van voedselvoorziening en ervoor zorgen dat zij ook in hun eigen behoeften verder kunnen voorzien. Salmo geeft aan hoe het natraject van dit project eruit zal zien. Het nadruk ervan is dat we zoveel als mogelijk fondsen willen werven, maar we willen ook nodigen ook natuurlijk fondsengevers uit, die kunnen aangeven van kijk, je kan een project bij ons schrijven. We willen gaan naar ook een situatie van win-win. Wat kan Matuku voor de organisatie betekenen, de organisatie voor Matuku, al met al in het belang van de pupillen die daar komen. En dat zijn allemaal kinderen met een beperking. Worden zo vrij goed genoemd, maar wij noemen ze altijd kinderen die different able zijn. Ze hebben hun talenten en wij als Matuku, als leiding van Matuku, gaan steeds op zoek naar waar zijn hun sterke kanten. En die sterke kanten zetten we om in bijvoorbeeld creatief bezig zijn, de ander houden van planten. We gaan, binnenkort starten we ook met een project dat is gefinancierd geworden door de Rotaract. Waarbij we dus een mediakamer willen opzetten en de kinderen leren omgaan met ook de media, met de camera, zoals u dat ook doet. Salmo zegt dat geïnteresseerden ook zelfs nadat de expo achter de rug is, contact kunnen opnemen met de stichting. Mochten ze iets aparts willen, vooral in verband met Moederdag.